En lekker in. Ronde 2, die heeft de ronde 2. Wat is dat? Ik kan niet lezen. Wat is dat? Twitter. Ga jij maar, Frank. Ja, ga jij maar, joh. Ja, je weet hoe het moet, 140 tekens. Ga je gang, joh. Twitter, oké. Kan ik me even verzoenlijk uit? Ja. Oké. De paus, die Argentijn, dat is weer zo'n serene. Die wil weer tussen armen zijn in plaats van tussen benen. Dat is een beetje... Dat is actueel. Ja. 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 Dat is 142. 142? Ja, 142. Ik tel mee. 142, dus ga nog even aan het werk. Dat is te lang, oké. Okay. Dan gaan wij in de tussentijd even wat echte Twitterdichten voorlezen, dames en heren. Het eerste is een actualiteit. In Syrië gaat het verhaal dat Assad, toen iedereen hem adviseerde om afscheid te nemen van het volk, verbaasd reageerde. Gaat het volk weg dan? En dit is die andere man in dat andere land, Italië. U kent hem, hij is niet weg te krijgen. Dit was op Open Monumentendag dat ik het schreef. Geen Italië zonder zijn blote billen gezicht en stiekem een smeerlapperij. Maar Berlusconi, de gulp kan weer dicht. Open Monumentendag is voorbij. Dankjewel, Blauw. Sportief, toch? Of niet? Ja, vind ik ook. Ooit was er het plan dat dikke mensen die moesten extra betalen voor een vliegtuigstoel. Weet u dat nog? Dat is nooit doorgekomen, maar het was wel een plan. Na het idee om te betalen voor twee stoelen kwam het plan dat voor dikke mensen een heel apart vliegtuig klaar stond. Maar dat kwam niet van de grond. Oh, daar kan ik wel bij aansluiten. Wacht even. Ja, daar kan ik wel Frank bij aansluiten. Frank is er verder, dames en heren. Ga je gang. Het vliegtuig, wacht even. Ja, oké. De paus, die Argentijn, je kon het horen schallen dat hij als Argentijn toch uit de lucht was komen vallen. Dus heb ik hier, kijk, dat is... Ja. En wat staat hier rechtsboven? 137. Ja? En hoeveel moet het zijn? Ja, past toch. 140 precies, Frank. Valt nog niet mee, hè, die vorm. Twitter dicht. Ja, dat is onzin. Ga je gang, joh. Even kijken. We gaan nog even door, dames en heren, want het lukt maar niet met Frank. Dit is de trainer van Ajax. Toen Frank de Boer over een van zijn selectiespelers zei... het is toch altijd moeilijk om voor het eerst je debuut te maken. Tuinvogeltelling, kennen we die in Oldenzaal? Tuinvogeltelling, ja. Eens per jaar, hè, voor het raam zitten, vogeltje in de tuin, naar buiten rennen, tellen en weer terug. Nul. Nog even over de tuinvogeltelling. Mevrouw de Vink uit Duiven is alsnog geschorst vanwege het meetellen van haar man en kinderen. Arend, Raaf, Merel en Mees. Nou, ik kan er nog wel eentje doen. Hoe is de geloofsgesteldheid eigenlijk in Oldenzaal? Is dat katholiek, protestant? Katholiek, oh, dat komt mooi uit. Dan zou ik zeggen, de oortjes even dicht. In tegenstelling tot bisschoppen die jonge levende knaapjes heerlijk vinden, is de paus gelukkig anders geaard. Hij heeft een oude, dode kardinaal zalig verklaard. Ik heb hem, denk ik. Ja. Ja, ik doe er nog eentje, hoor, want we zitten er zo lekker in. Dat stoort een beetje. Het is bijna tijd, man. Het is meteen ook een waarschuwing. Priesters, het is nu wel welletjes met al die spelletjes met knulletjes. Nu we spelen met de eigen spulletjes in plaats van andermans lulletjes. Ja, nee, ik is het... Ja, ik heb het volgens mij precies 140. Ja. De paus, die Argentijn, die liep in een processie en zei, er is hier maar één god en dat is Leo... Ah. Ah. Wat jammer. Wat jammer. Misschien... Maar een puntje, denk ik, hè, Rood? Oh ja. Mooi, hoor. Zo.